De spelers van Beerschot waren al helemaal verspreid over de helft geraakt. Dat zou ze, voelde Jekyll ook wel komen. Ging lichtjes de lucht in. Het was stevig inkomen van Medley. Ik denk buitenspel. Daar komt ook de buitenspelvlag, maar dan Van den Berg die er goed tussen zat. En dan is er Holzhauser. Wat zijn de opties? Nou, knap, het hoofd van Dom. En dan is daar toch de buitenspelvlag. Ook nog een goede reflex van Hubert op de poging van Suzuki. Ambroos, er is ruimte op rechts bij Betsner. Nee, het is niet Betsner. Die wegleed, wou ik zeggen. Daar is Gueye. Wat een redding van Hamel. En dan is er even de vlag bij de assistent die dan toch laag blijft. Ja, opmerkelijk. Opvallend hoor. Even overleg nu. Uitkijken. Dirk. Het ging niet over deze fase. Nou, de positie van Gueye. En KV Oostende komt wat onverwacht. Een paar minuten voor het einde van de eerste helft op voorsprong. Uitkijken. Daar is Gueye met kapwerk. Gaan ze toe. Een paar minuten voor de rust. Plots 0-2. Alles zakt als een pudding in elkaar bij Beerschot. Op 1 minuut tijd. Dit was wel kwaliteit natuurlijk bij het praten. Is er nu Betsner die Gueye bedient. En dan schakelt die twee mannen uit. Blijft voor KV Oostende. Dika, Betsner, Rocha. Die staan klaar. Rocha! En dan is de vraag, is die over de achterlijn geweest? Over de doellijn? Nee. Dat is niet het geval. Het was in elk geval. Even kijken. Dat is moeilijk te zien. Hier zien we het best. Nee. Ze moeten toch nog even komen. Fortis krijgt een tweede geel. Dat betekent rood. Daar gebeurt het. In de buurt van Holzhauser raakt de Meva aan. Maar wat is het echte oordeel van Dirk? Het was geen geel, het was rechtstreeks rood. Het verdikt voor Radic. Ai, ai. Extra problemen voor Beerschot, zeg dat wel. Ambroos. Gueye. Nou, spectaculair, dit wel. En dan een knappe redding van Hamel. Vier jaar geleden was hij toeman bij KV Oostende. Kwam hij ook aan 11 wedstrijden in de Super Pro League. De man die veel aandacht naar zich toe trekt. Door de hele goede statistieken natuurlijk. Maktar Gueye. Hij was natuurlijk niet de trainer in elke wedstrijd. Er zijn er 21. Het laatste fluitsignaal van Christophe Dierik is aan de ene kant de verlossing voor KV Oostende. Dat ook deze punten nodig had.